Rekenkamerwet door parlement goedgekeurd. Suriname heeft een nieuwe wet voor de rekenkamer. De ontwerpwet houdt de regels inzake de instelling en de organisatie van de rekenkamer van Suriname ter uitvoering van de artikelen 149 en 152 van de grondwet van de Republiek Suriname is op dinsdag 9 juli 2019 met algemene 35 stemmen goedgekeurd. De verantwoording van de middelen naar het volk toe zal met de goedkeuring van deze wet beter plaatsvinden, zegt commissievoorzitter Amzat Abdul. In de nieuwe situatie krijgt de rekenkamer een eigen budget. Er wordt een bureau ingesteld met als doel zorg te dragen voor de personele, professionele, administratieve, technische en wetenschappelijke ondersteuning van de rekenkamer bij de uitvoering van de kerntaken en verantwoordelijkheden. Het vervolg van dit bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today. www.deboodschap.today.